Ja, voor ons is dat best wel een prettig idee dat je zeker weet dat je wel aan de baan komt. En ook een baan die je leuk vindt. Steeds meer studenten willen de handen uit de mouwen steken in de zorg. En dat is goed nieuws. Want de afgelopen jaren is er een schreeuwend tekort ontstaan aan hoger opgeleid personeel. Dat er afdelingen moeten worden gesloten of dat er bepaalde zorg gewoon niet meer geleverd kan worden, omdat er gewoon niet voldoende verpleegkundigen meer zijn. En ik denk dat als we niet inderdaad echt ook iedereen die in die zorg wil werken proberen aan op een bepaalde manier te binden aan een opleiding, is het op het mbo, hbo niveau of ander soort niveau, dan gaat dat nog grotere vorm aannemen. Hogeschool in Holland ziet een flinke groei in het aantal aanmeldingen voor de opleiding verpleegkunde. Met name zag je in 2017 een sterke toename doordat er toch lange tijd bezuinigingen zijn geweest in de zorg. En nu, toen dachten studenten, daar is absoluut een baan in te vinden. Dus uiteindelijk zien we echt de lijn omhoog gaan. Het helpt enorm dat de banen in de zorg tegenwoordig voor het oprapen liggen. Ik zat eerst een beetje in de dierenwereld te kijken, maar als ik dan vergelijk met wat voor baan daarin te vinden is en hoeveel keuze met verpleegkunde is, dan het is zeker wel een extra motivatie. Een luxe. Ja, dat zeker. Je ziet dat met name de studenten die in het vierde jaar een afstudeerstage hebben gelopen, vrijwel allemaal een baan hebben en blijven hangen bij diegene waar ze de eindstage hebben gelopen. En daarna zie je dat jongerenjaars gewoon steeds vaker baantjes in de zorg krijgen, al vanaf de eerste dag dat ze stage lopen. Dat er meer studenten voor de zorg kiezen is ook goed nieuws voor de ziekenhuizen. Die moeten door de schaarste nu dure externe krachten inhuren met alle financiële gevolgen van dien. Een nieuwe lading verpleegkundigen zit er dus aan te komen. Maar uiteindelijk is er maar één ding dat telt in de zorg. Je moet ervan houden. En als je dan liever een kantoorbaan hebt, dan is de zorg niks voor je. Je moet het doen met je hart.